Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Ik ga zaterdag weer naar de Efteling toe. Joepie, het is weer zover. Het is de derde week op rij dat ik al in de Efteling ga. De ene laatste keer ben ik met, dat was even rekenen zeg, hey. Toen was ik geweest met Ramon en Kevin. Afgelopen zaterdag, want ja, jullie weten het, ik ben begonnen met vooruit filmen. Dus jullie zullen voorlopig nog eventjes een paar weken zien dat ik een paar weken van tevoren wat opgenomen heb. Vorige week ben ik dus met mijn moeder geweest en aanstaande zaterdag ga ik weer. Ramon kan weer niet. Ramon, echt schandalig jongen. Echt, doe er nou eens een keertje wat aan. Zorg nou eens een keer dat je kan. En potverdorie, elke keer weer niet op. Krijg je tijd, ik moet weer wat anders doen. Gewoon moet komen, ja. Potverdorie, tjonge jongen zeg. Elke keer met die Ramon weer elke keer. Maar ja, gelukkig gaat Kevin mee. Dus we gaan weer lekker naar de Efteling. En zaterdag, god wat verrassend weer. Oh, komt er ook weer een vlog van. Oh jee. Nou, het is allemaal weer erg voorspellend bij mij. Hè? Erg voorspellend. Maar dat geeft helemaal niet. Maar we gaan er weer een hele leuke vlog van maken natuurlijk. Want natuurlijk ga ik er een vlog weer van opnemen. Natuurlijk. En die vlog die kunnen jullie zien. Wanneer jullie die vlog zien, dat weet ik even niet meer. Want inmiddels ben ik de dagen kwijt. Want ik heb nu al zoveel dingen achter elkaar opgenomen dat het gewoon, dat ik een beetje vooruit loop. En ik weet niet wanneer ik wat ga posten. Want ik wou eigenlijk eerst om de dag doen, maar dat ga ik nou ook weer niet doen. Ik ga het even, denk ik, een beetje verspreiden. En jullie zien wel wanneer er weer een vlog komt en dit en dat. Nou, jullie hebben in ieder geval de andere twee vlogs al gezien die ik al van tevoren heb opgenomen. Drie waren het er volgens mij. Nee, het waren er drie waren het er. Ja, drie waren het er, zie je wel. Maar ik ga de loop der tijd ga ik meer dingen voor uitplannen. En dus meer video's maken. En dus, op een gegeven moment zal ik tellen. Maar ja, jullie zien wel wanneer wat gekomen is. Want als ik dit opgenomen heb, ben ik alweer een paar vlogs verder. En zitten jullie naar dit te kijken. Ja, dat is ook wat zo. Ik zat te trillen. Ik zat helemaal te shaken hier, oh. Zo, ik heb een trillend handje. Maar in ieder geval, ik ga weer naar de Efteling gezellig met Kevin. En natuurlijk gaan we weer naar het Negenpleinenfestijn. Ik heb er heel veel zin in ieder geval. En we gaan weer eventjes kijken wat er allemaal weer gaat gebeuren, jongens. We gaan weer even allemaal kijken. We gaan er in ieder geval een leuke vlog van maken. Ik weet niet in wat voor attracties, ik weet ook niet hoe druk het is. Ik hoop niet dat het dezelfde zaterdag wordt als vorige week. Want vorige week zaterdag, het was niet normaal. Wat een drukte. Echt verschrikkelijk zeg. Wat een drukte was dat zeg. Ik weet ook niet hoeveel vlogs hierna komen. Voordat de Efteling vlog komt. Jullie moeten gewoon maar kijken op mijn kanaal. En dan kunnen jullie zelf zien wanneer wat komt. En hoe en wat en zus en zo. In ieder geval ga ik zaterdag dus en jullie kunnen dus binnenkort weer een vlog verwachten. Wanneer weet ik dus niet, dat zei ik net ook al, maar jullie gaan het wel zien allemaal. Jullie gaan het allemaal wel zien en meemaken wat er allemaal wanneer en wat komt. Ik heb ook nog een paar ideetjes voor locaties. Dat ga ik natuurlijk nooit vertellen natuurlijk, nooit. Dat ga ik nooit vertellen. Maar ik heb nog een paar leuke locaties. Locaties heb ik natuurlijk
Ja, daar heb ik wel even een beetje in gedachten. We zijn toen nog naar Hoek van Holland geweest. En ik ben naar de, Landtong. Landtong. Ik struikel altijd over die naam. Landtong. Tong. Zie je weer, hè? Landtong. Juist, zo was het. Landtong. Daar ben ik geweest. En ja, zo'n soort vlog kunnen jullie binnenkort ook weer verwachten. Want ik heb nog wel een locatietje waar ik eigenlijk wil gaan vloggen. Dat is eigenlijk best wel leuk eigenlijk. En zeker te weten de moeite waard. Dus hou mijn kanaal vooral allemaal in de gaten, jongens. En dan gaan jullie het allemaal vanzelf wel zien. En jullie gaan het vanzelf allemaal wel meemaken. Vindt Ramon dat het leuk als ik dat zeg. In ieder geval was dit weer even een korte vlog. Het zijn al 3 korte vlogs achter elkaar. Maar in ieder geval, jullie weten in ieder geval hoe en wat. Er komt binnenkort dus weer een Efteling vlog. Ja, dat wisten jullie ook wel. Maar die komt al heel snel alweer. Dus dat komt allemaal wel goed. In ieder geval, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Doe dat nou. En abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's Ultrex, hier op mijn kanaal. Nou, iedereen de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal. De groetjes, bye bye.